Jezelf kwijtraken is vreemd. Het lukt alleen overdrachtelijk. Voor jezelf ben je nooit kwijt, zolang je leeft. Voor jezelf ben je altijd vindbaar. Al zou je dat soms graag anders zien. Begin dit jaar was Yato Sise kwijt. Hij was al langer verdwenen, maar je bent pas kwijt als er mensen zijn die je willen vinden. In het geval van Yato Sise waren dat de fans van Willem II. Zijn club, de vereniging waarvoor hij meer dan 200 wedstrijden speelde. 10 jaar. Geen loopbaan waarin de YouTube-compilatiemomentjes tegen de plinten klotsen, want zo'n voetballer was Yato Sise nu eenmaal niet. Zijn sterkste punten waren zijn snelheid en zijn glimlach. Het liefst was Yato Sise de beste voetballer ter wereld geworden. Maar daarvoor belanden zijn voorzetten net iets te vaak op de parkeerplaats aan de Gorlesseweg. Maar ja, Casey was er mooi wel bij toen Willem II tweede werd in de competitie. Hij speelde Champions League en haalde de bekerfinale. Hij was onderdeel van de legende en daarmee een pocketlegende op zich. Na Willem II speelde hij nog voor Omniworld en voor vrijwel iedere voetbalclub op Cyprus. Toen hij stopte, verdween hij, schijnbaar spoorloos. Het laatste teken van leven kwam uit een moeilijk verstaanbaar radio-interview uit 2014. Daarin vielen de woorden Gazprom en Everton. In het voorjaar van 2017 domineerde de hashtag Waar is Yato enkele dagen Twitter. Er volgden tips. Vreemde, grappige, oncontroleerbare, krankzinnige tips. Tot Yato gevonden werd in Liverpool, waar hij woonde met vrouw en kind. Hij volgde er een trainerscursus en koesterde plannen terug te keren naar Gambia. Het opluchtende bericht werd begeleid door een foto van een jonge, iets wat feminien ogende man met een flesje sinaasappelsap. Yato. Aan de telefoon zei hij vereerd te zijn dat ze hem in Tilburg zochten. Casey wist helemaal niet dat hij überhaupt kwijt was geweest.